Excelsior 20 won thuis van koploper Dosti United. In de 49ste over waren alle batsmen van Dosti aan de kant gezet voor een totaal van 166 runs. Excelsior 20 sleept in de 47ste over de zegen binnen op een totaal van 171 runs voor het verlies van 7 wickets. Excelsior 20 komt door de zegen op de 5e plaats met 12 punten. Hermes DVS speelde in Den Haag tegen Kwik. Hermes DVS kwam uit op een totaal van 154 all-out. Na iets meer dan de helft van het aantal beschikbare overs passeerde Kwik het totaal voor het verlies van 5 wickets. Hermes DVS staat nu op de 9e plaats met 9 punten.